vandaag donderdag 22 augustus 2019. Mijn naam is Chris en dit is het Game Nieuws. De Game Gears Pop is vanaf 22 augustus verkrijgbaar op iOS en Android. En we kennen natuurlijk allemaal die leuke Funko poppetjes. Ja, daarop is het dus gebaseerd. En natuurlijk op Gears, want je kan onder andere met Marcus Fenix kan je spelen. Super tof natuurlijk. Trailertje in de beschrijving en ook gameplay in de beschrijving. En ja, ik denk dat ik hem eventjes ga downloaden, want ik ben in ieder geval een enorme Gears fan. De game Age of Empires 2 Definitive Edition heeft een release datum. Hij gaat namelijk op 14 november uitkomen op de PC. En natuurlijk, deze game is 4K. En er zitten wat hele toffe dingen bij, want hier staat namelijk dat er 35 verschillende samenlevingen zijn. En de game kan je meer dan 200 uur aan gameplay bieden. Dus dat is echt superveel natuurlijk. Natuurlijk kan je ook online spelen. Je hebt ook een spectator modus en daarnaast ook nog een speciale ondersteuning voor native streaming. En de game krijgt ook nog een keertje crossplay tussen Steam en Windows PC. Ik denk dat weinig mensen gehoord hebben van de game Everspace. De game Everspace 2 is in ieder geval in ontwikkeling. Het is een zogeheten open wereld ruimteshooter. Dat klinkt heel erg raar, want het is open wereld en dan ruimte. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen wel een beetje begrijpen wat ik bedoel. Je kan dus in de ruimte overal naartoe. Daar komt er eigenlijk een beetje op neer. Natuurlijk, trailertje is dat in de beschrijving. En het, de game wordt eigenlijk zeg maar gesponsord door ons, de gewone mens. En ze hebben nog in ieder geval 450.000 euro nodig voor het project. Het zogeheten Kickstarter project begint op 6 september. En het is dus de bedoeling dat de game eind 2020 op Steam Early Access verschijnt. En in 2021 een volledige release krijgt op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game developer Insomniac is overgekocht door Sony Studios. En ik moet je eerlijk zeggen, best wel opmerkelijk nieuws, want Insomniac is heel erg groot. Ze hebben echt hele goede games naar buiten gebracht. Hele populaire games ook wel. Namelijk bijvoorbeeld Spider-Man, maar ook Ratchet & Clank. En ja, ze hebben zelf eigenlijk naar buiten gebracht dat ze een stap voorwaarts zien. Waarschijnlijk natuurlijk ook een kwestie van geld. Ja, dat is eigenlijk meestal het geval natuurlijk. Maar ze hebben in ieder geval gezegd, wij kunnen hierdoor gewoon nog toffere en mooiere games in ontwikkeling gaan nemen. De game The Witcher 3 Wild Hunt gaat uitkomen op de Nintendo Switch. Pas aangekondigd. En hij gaat uitkomen in ieder geval op 15 oktober. Hij kwam natuurlijk al veel eerder uit, namelijk in 2016. Op de PC, Xbox One en PlayStation 4. Uiteraard een speciale Switch trailer in de beschrijving. Er komt hoogstwaarschijnlijk een DLC uit voor Red Dead Redemption. En deze zou dan gaan heten Bonaire. Ja, het is namelijk verschenen op een Australische klassificatiewebsite. Dat is eigenlijk een website waarbij wordt gemeld van hey, hoe oud moet je zijn om een game te kunnen spelen. Zo'n soort geval, zeg maar. Een soort baggy systeem. En op deze website staat hij als verboden aangegeven. Dat zou betekenen dus dat hij daar in ieder geval niet gespeeld mag worden. Bonaire, ja, dat is natuurlijk een Nederlands eilandje. Eentje van de ABC-eilanden. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Meer info, uiteraard later. De game Final Fantasy VIII, de remastered versie, gaat uitkomen op 3 september op de PC, PlayStation 4 en Nintendo Switch. Natuurlijk, trailertje in de beschrijving. Wat hierbij staat is dat het verhaal volgt een jonge groep huurlingen die geleid wordt door Squall Leonhardt. Ze worden meegesleurd in een conflict dat aangewakkerd wordt door Ultimacia. Dat is namelijk een tovenares uit de toekomst die de tijd wil comprimeren. Mooi verhaal. Het enige wat ik nog bij wil zeggen is dat het best wel opmerkelijk is natuurlijk. De Final Fantasy VIII Remastered komt eerder uit dan de zevende deel. We gaan het gewoon zien. Meer info later. Sony heeft aangegeven dat zij meer exclusives willen gaan uitbrengen op de PC en op mobiel. Nou ja, eerder deze maand is de PlayStation 3 klassieker Journey uitgebracht op iOS. En vanaf 1 oktober zal Ready Set Heroes beschikbaar zijn
voor de PC in ieder geval via de Epic Game Store. Dit zijn dus de eerste Sony games voor andere platforms. Nou ja, ze hebben eigenlijk één reden ervoor opgegeven en dat is gewoon meer publiek te trekken. Je kan iets gratis krijgen als je de game Sea of Thieves opstart. Deze aanbieding is in ieder geval geldig tot en met 24 augustus. Die nogmaals gratis is natuurlijk. Als je dan de game gaat spelen, ontvang je de zogeheten Spartan Ship set. En die is geïnspireerd in ieder geval op de Halo franchise. Nou ja, best wel tof natuurlijk. En om deze set te krijgen moet de speler langer dan 5 minuten actief zijn in de Adventure of Arena modus. Als hieraan wordt voldaan, wordt de items binnen 72 uur beschikbaar gesteld. Alle Spartan cosmetica met uitzondering van de Spartan vlag zijn te vinden in de kist voor het aanpassen van het schip. De vlag is te vinden in de scheepsvlagkist in de kraaienest van het schip. Er is weer een nieuwe Borderlands 3 trailer verschenen. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat er al heel veel trailers zijn verschenen. Linkje natuurlijk daar naartoe staat in de beschrijving. En als je deze trailer bekijkt, dan zie je in ieder geval nieuwe wapens, nieuwe game modes. En ja, ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat bijna alles wordt getoond. De game gaat natuurlijk ook bijna wel uitkomen. Hij verschijnt op 13 september op de PC, onder Windows dan, Xbox One en op de PlayStation 4. Dit was weer het game nieuws van vandaag. Ik zou zeggen, like eventjes deze video. Dat zou natuurlijk super tof zijn. Laat dan in de comments achter waar jij allemaal hype voor bent. En ik ben weer snel terug.